wakker langs mij met Afrikaanse muziek. Dat is een beetje daarop gebaseerd. We hebben zo'n loopje van een Afrikaanse tape. Gepikt. Oh, het wel een nee, niks in de hand. Uit welk land? Uit welk land? Afrika. Ja. Uit het land Afrika. Denk nee, Zuid-Afrika. Nee, nee, niet het zuiden van Afrika. Zo. Uh-huh. Ja, niet de... En in het eerste nummer zit er een Aziatisch thema. Ja, 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 dat zou het net doen. Ik kan het wel uitleggen hoe het echt was. Ja. We wilden wat inspiratie doen aan een soort van de lo-fi klank van die tapes die je in Afrika hebt. In Afrika worden heel veel dingen op tapes uitgebracht, hè. Lokale dingen. En zo ben ik heel veel muziek gaan luisteren. Eigenlijk, ik heb verschillende blogs gevonden waar ze zeg maar constant dat soort dingen uploaden. Dus ik heb eigenlijk de eerste dagen voordat we aan het schrijven waren, heb ik daarna geluisterd. En soms dingen gesampled eruit, loops gemaakt. Mm-hmm. En dan zijn we daarop gaan schrijven op die loops. En dan uiteindelijk die loops weer weggegooid. Dus die loops staan uiteindelijk niet op de plaat. Maar dat was wel een, dan hadden we een thema om te beginnen schrijven. Dus ik zette gewoon die loop aan en dan begonnen we met z'n tweeën zo wat te improviseren. Dus zo is deze ook gemaakt. Deze. Dus, deze zit dan nog het meest op de plaat, zo ik zit wel hoor. Ja, maar nu niet. Ja. Ik zag die kans niet herkennen, hè?